In de 16e en 17e eeuw is het koud in West-Europa. Het is de kleine ijstijd. Strenge winter, stormen, mislukte oogsten en duizenden mensen die sterven tijdens pestepidemieën. Mensen zijn bang, want ze kunnen die rampen niet verklaren. En dus zoeken ze een zondebok. Wat heb je gedaan? Wat heb je met mijn kind gedaan? Je hebt mijn kind ziek gemaakt. Leentje, doe open! Leentje! Moet je eens kijken, ze is hartstikke ziek. Je moet hem weer beter maken. Het is het jaar 1647. Leentje Willemsdochter wordt geboren in Papekop. En na haar trouwen vertrekt ze naar haar man in Linschoten. Ze is gelukkig, maar dan na 11 jaar gebeurt er dit. Ze bakt een koek. En haar buurmeisje wordt ziek na het eten van die koek. Leentje krijgt de schuld en wordt beschuldigd van hekserij. En in die tijd speelt geloof een hele grote rol. Al het goede komt van God, al het slechte komt van de duivel. En de duivel heeft zijn vertegenwoordigers op aarde en dat zijn heksen. De theorie dat heksen de handlangers zijn van de duivel staat in een boek, De Heksenhamer. Dit boek is geschreven door twee Duitse monniken in de 15e eeuw. De monniken denken dat heksen een verbond met de duivel hebben gesloten en samenspannen tegen mens, dier en kerk. Ze zien hekserij als een bedreiging van het katholieke geloof en noemen het de ergste vorm van ketterij. In die tijd een zware misdaad, gelijk aan moord. De rechtsgang in die tijd is anders. Als je van hekserij beschuldigd wordt, moet je zelf bewijzen dat je onschuldig bent. En rechters die gebruiken het boek De Heksenhamer om heksen op te sporen en te vervolgen. Maar hoe herken je een heks? Dan moet je op zoek naar een merkteken van de duivel. Zoiets als een wrat, een moedervlek of een litteken. En zoals bijvoorbeeld zo'n wrat, dat wordt gezien als de tepel waarmee een heks haar demon voedt. En als ze daar dan inprikte, dan voelde die heks niets. En het bloedde ook niet. Eenmaal beschuldigd maakt een verdachte weinig kans. Om een bekentenis af te dwingen wordt de beschuldigde op gruwelijke wijze gemarteld. Dit wordt in het boek De Heksenhamer namelijk geadviseerd. Om van de pijn af te komen zijn mensen bereid de gekste misdaden te bekennen. Voor de rechtbank in Utrecht staat een Amersfoortse man die toegeeft dat hij en zijn zonen in wolven veranderen om de koeien van de buren dood te bijten. En hier... uit het archief van Amersfoort, Geertruid Dame. Zij bekent dat ze het kind van Herman Maassen in de Sint-Janstraat heeft doodgetoverd. En al die bizarre aanklachten worden geaccepteerd door rechters, want die verklaren die mensen schuldig. Maar waarschijnlijk had een rechter ook niet veel keus. Want laat hij zo iemand lopen, dan wordt hij zelf van hekserij beschuldigd. Eind 16e eeuw heb je verreweg de meeste heksenvervolgingen, vooral in de grensgebieden. Daar is het politiek instabiel. Er wordt gevochten om de landsgrenzen. Ook is er godsdienstige onrust, want de katholieken en de protestanten vechten met elkaar. En alsof dat nog niet alles is, is er ook nog hongersnood, epidemieën, veeziektes en onverklaarbare natuurverschijnselen. En dit alles is een goede voedingsbodem voor heksenvervolging. In Europa zijn naar schatting 50.000 mensen gedood op beschuldiging van hekserij. Dat waren een paar mannen, maar vooral vrouwen. Eenmaal schuldig verklaard is het vonnis de brandstapel. De veroordeelde wordt levend verbrand. Het idee erachter is dat alleen dan een heks haar toverkracht verliest. Leentje heeft het zwaar sinds ze beschuldigd is van hekserij. De buurtbewoners die proberen haar te dwingen om het zieke kind te zegenen. Maar Leentje kijkt wel beter uit. Want dan zou ze toegeven dat ze kan toveren. Thank you.
In die tijd denken de mensen dat heksen gewichtloos zijn. Want alleen iemand die zo licht is dat hij blijft drijven, kan op een bezemsteel vliegen. En dat testen ze met de waterproef. De duim van één hand wordt genomen. En dan kruislinks binden ze die vast aan het been. Goed stevig. En dan wordt die vermeende heks het water in gegooid. Blijft ze drijven, dan is ze schuldig. Zingt ze, dan is ze dus onschuldig. Ze proberen er misschien nog uit te halen, maar vaak is het te laat en verdrinkt ze alsnog. Een andere manier om te bewijzen dat iemand een heks is, is de weegproef. Immers, een heks moet gewichtloos zijn om te kunnen vliegen. Vrijspraak kan volgen als blijkt dat het gewicht van de aangeklaagde overeenkomt met de proportiën des lichaams. Dat betekent dat het gewicht in verhouding moet zijn met de lichaamslengte. Zelfs bij zo'n weging maakt een beschuldigde weinig kans. Want waagmeesters zijn vaak corrupt. Onder druk van de massahysterie en misschien wel in ruil voor een paar gouden dukaten, verklaart een waagmeester een vrouw al gauw te licht. Leentje is ten einde raad. De bedreigingen worden steeds erger en ze kan er niet meer tegen. Ze is in Oudewater. Ze wil zich laten wegen bij de heksenwaag om haar onschuld te bewijzen. Maar heb je toestemming nodig van de burgemeesters? Je had er in die tijd 2. De waag in Oudewater is bijzonder. Eigenlijk is het een gewone marktwaag waar landbouwproducten uit de regio worden gewogen, zoals hennep en kaas. Maar de weegschaal wordt ook gebruikt als heksenwaag. Van heinde en verre komen mensen naar Oudewater om zich te laten wegen. Het verhaal gaat dat de waag in Oudewater de enige in Nederland is die officieel erkend is als heksenwaag. Het certificaat zou gegeven zijn door keizer Karel V, omdat hij onder de indruk is van de eerlijkheid van de waagmeesters. Dat certificaat is er niet meer, want bij een brand in 1575 zijn alle documenten verloren gegaan. Het wegen gebeurt volgens strenge regels. Er zijn getuigen bij, voorname burgers die kijken toe. En de stadsschrijver die noteert alles nauwkeurig. En dat wegen, dat kost ook een aardige duit. 6 gulden en 10 stuivers. Een vermogen in die tijd. De vroedvrouw onderzoekt of Leentje niet ergens stiekem een verzwaring heeft verstopt. Om zo het gewicht te manipuleren. Als de verdachte een man zou zijn geweest, onderzoekt de plaatselijke kapper hem. In Duitsland zijn veel heksenvervolgingen. Dus vooral Duitsers komen naar Oudewater om zich te laten wegen. Wat zullen die mensen bang zijn geweest? Sommigen zien zelfs al na die lange reis af van weging, omdat ze bang zijn dat ze toch de duivel in zich dragen. Leentjes gewicht komt overeen met de proportiën des lichaams. Oftewel, ze krijgt een officieel document waarin staat dat ze geen heks is. Ze kan nu met opgeheven hoofd terug naar Linschoten. Eind 17e eeuw komt heksenvervolging al bijna niet meer voor. De rechtspraak is veranderd. In plaats van dat een beschuldigde zijn eigen onschuld moet bewijzen, moeten de aanklagers nu bewijzen dat iemand schuldig is. Zonder martelingen. En de duivel speelt een veel minder belangrijke rol in de geloofsbeleving. Met de komst van de wetenschap kunnen mensen die natuurverschijnselen wat beter verklaren.
In Oudewater is de laatste heks in 1729 gewogen en nooit is daar iemand te licht bevonden. En tegenwoordig komen mensen voor hun plezier hier naartoe. Je kunt je laten wegen in Museum de Heksenwaag en ieder jaar is er het heksenfestijn. En Leentje die is er ook nog als snoepje. Volgende week in het verleden van Utrecht. Eemlandse pioniers in de tabak.